De drukke Schravendijkwal is een van de meest ongezonde straten van Nederland. Een overkapping zit er voor de buurtbewoners nog altijd niet in. Daarom bedachten zij dit groene plan. Er ligt mos bijvoorbeeld, dat kan fijnstof afbreken. En we hebben blad- en naaldplanten neergezet waar fijnstof op neerslaat. En via huidmondjes kunnen gasvormige vervuilingen worden gezuiverd. Dus op deze manier proberen we de lucht in de stad een beetje beter te krijgen. De plantjes alleen al zouden zo'n 10% van de luchtvervuiling kunnen opvangen. De vernevelaar boven de groene strook kan dat percentage nog verder opschroeven. Die waternevel die zorgt ervoor niet alleen dat die plantjes hier zo water krijgen, maar ook dat de hele kleine fijnstofdeeltjes dat die gevangen worden door die waternevel en neerslaan op het wegdek. En met die waternevel zou je 20, 30, misschien 40%, in ieder geval in laboratoriumomstandigheden. Dat is een beetje de vraag, hoe werkt het nou echt hier op deze plek? Maar de potentie die is er. Over een maand wordt er gekeken of de lucht echt schoner is geworden. Als het een succes blijkt, willen de buurtbewoners de gehele Schravendijkwal gaan bekleden.